En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over alle voordelen waar jij mee te maken krijgt als je met paarden omgaat of een paard hebt. We hebben het heel vaak over alleen maar nadelen. Ja. Maar er zijn ook wel heel veel voordelen. Sowieso, inderdaad. We zetten veel te vaak eigenlijk de nadelen op rijtje. Ja, we zijn best wel negatief, hè? Negatief kanaal. Negatief kanaal. Terwijl wij heel positief zijn ingesteld. We zien eigenlijk best wel snel de positieve leuke dingen ervan in. Ook al gaan jullie ons nu helemaal niet geloven. Okay. Ga eens gewoon staan, zou kijken of je erop staat. Nee. Nummer 1, zuurstof. Als jij een paard hebt, dan kom je heel veel buiten en dan doe je heel veel frisse lucht op. Lekker, en die geur van het hooi en die stront altijd. Maar ook heel veel vitamine D en dat is oprecht heel goed. Nummer 2, een workout. Je moet natuurlijk sjouwen met al die emmers. En daar word je echt super sterk van. Nink is echt, die heeft echt gewoon spierballen gekregen. Die heeft net echt een dikke workout gedaan, jij. Ja, hier op stal moet je gewoon veel meer klusjes doen. Echt dus ik ben al heel veel kilo afgevallen, zeg maar. Verantwoordelijkheid. Nienke kent geen verantwoordelijkheid. Ik ken heel veel verantwoordelijkheid. Dat leer je als je een paard krijgt. Je moet echt wel achter dingen aan, zoals de dierenarts, de hoefsmid. Maartje gaat even uit beeld. De dierenarts, de hoefsmid. Wat hebben we nog alweer? Andere afspraken. Voer. Je moet goed kijken naar wat je paard nodig heeft. Je moet er elke dag heen. Of je regelt een bijrijder waar je duidelijke afspraken mee maakt. Je leert dus echt wel verantwoordelijkheid kennen. Tenzij je... Ja, nee, ik ben er om 1:15. Ja, echt, ik ken mijn verantwoordelijkheid. Ja, tuurlijk. En ik moet ook nog voer halen. Moet ik voor jou nog een zak muesli meenemen? Ja, is goed. Dan haal ik ook 2 zakken muesli. Ik ben er 1:15. Ja, nee, echt. Ik weet dat de dierenarts er dan is, maar ik ben er dan echt. Tot zo. Tape nul, het is 1:15. En waar zijn de voerzakken? Oh shit, ik ben het vergeten. Je zei gisteren dat je voer ging halen. Ja, nee, ik ben op de fiets gekomen en mijn vader heeft de auto mee. Ja, ja, het doet er niet toe, maar de dierenarts is weggegaan dat jij niet kwam. Oh, wat dom. Oh, dit is echt heel dom. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Je bent altijd te laat. Nummer 5. 5. Sociale vaardigheden. Op stal heb je altijd zoveel mensen om mee te praten. Dat is echt geweldig gewoon. En daardoor ga je wel met de sociale vaardigheden alleen maar omhoog. Het is alleen maar... En hoe? Hoe ging dat ook alweer? Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven. Samen staan we sterk. Nou ja, ik zit te janken gewoon. Man, die mensen keken me van, wat? Wat doe jij? Oh ja, wil je ook nog koffie trouwens? Ik heb hier gewoon een hele kan. Ja. Maar in ieder geval, nou, ik stond echt gek gewoon. Ja. Wat grappig dat gewoon is. Ik bedoel, het is toch heel normaal? Gewoon, ik was niet heel normaal op zo'n moment. Toch?
nummer 6. Nummer 6. Je blijft leren. Ook al heb je misschien niet door, je blijft elke dag nieuwe dingen leren. En zeker op stal. Nou, het fijnste van op stal zijn is dat je altijd blijft leren. Er zijn zoveel dingen waarvan je kan leren. Ik zit op dit moment lekker naast de geur van hooi, waardoor je rustig wordt. Hooi is erg belangrijk. En ik ga lekker een boekje lezen. Bent, heb jij als het goed is helemaal geen tijd voor je mobiele telefoon. Dus als je slim bent, weet je, op stal heb je eigenlijk helemaal geen tijd om op je telefoon te kijken. Ik in ieder geval niet. Soms moet ik wel foto's maken voor Instagram en zo, maar eigenlijk kijk ik er nooit op. Mijn moeder vindt ook altijd vreselijk irritant als we moeten eten en ik neem maar niet die telefoon op. Precies. Dus even offline. Even offline. Maar wacht eens. Ik kan mijn mobiel helemaal niet op vliegtuigstand zetten. Want ik ben een influencer. Nou, ik ben dus nu op stal aangekomen en ik heb een beetje stroom in mijn haar. En natuurlijk, ik krijg stroom in je haar, want je bent op stal. Hoe doe je dat anders? Ik ga zo meteen contact laten bijhalen, maar ja, die moet echt wel eens bij. Moet je kijken wat slecht weer. Ik heb ook gewoon echt een poncho aan. Oh. Nou, dan is dit de video. Willen jullie bedanken voor het kijken. Trouwkijkers. Trouwkijkers. Jij daar. Jij. Misschien jij daar achter je schermpje. Misschien wel via je telefoon, je iPad of je computer, laptop. We houden van jou. We love you guys. See you next time. Bye. Even opnieuw. Even opnieuw. Duim. Niet. Pannenkoek. Dat was echt cringe. Bye. Dan wel op school, als op stal, maar ook zeker op stal. Sommige mensen vallen. Telefoon op vliegtuigstrand. Nou, als jij nou heel eventjes te snel wil, boek dan nu een vlucht. Want dat doe je dus ook. Ik kan echt niet zo lang zo blijven. Ja. Aben, aben, teken. Happier. I want you to be happier. When the morning comes and I see what you be. Oh. Ook over de kop, over de kop. Oh!